Ja. Een hele goede morgen. Het is zondag 31 december. Ik heb het koud. Het is 8:41. Ik ga snel een bakje koffie maken. Broodje eten. Naar de kerk toe. En ik moet mijn oorbel er nog in. Maar die leg nog klaar. Dus het is vandaag oudjaarsdag. We gaan er weer wat van maken. En een hoop te doen ook. Ook vanwege morgen. Ja. Maar het ziet er weer opgedirkt uit, hoop ik. Ja, het feest gaat straks uit, hoor. Want dit is hier koud. Het is 15 graden was het ook beneden kwam. Ik heb net aan de kachel. Dus het duurt wel even voordat het warm is. Waar is mijn bandje? Zit hij zo raar daar? Zo, broodje, dat kan daar al in. Zo, dat daarop. Hopla. Bondertjes aan de kant. Ik neem jullie even lekker bij me. Hier is het een beetje lichter, hoop ik. Mag ik hopen. Zo toch? Ja toch? Zo, zakje leeg. Zakje opvouwen, die gebruik ik altijd. Ik recycle. Ja. Altijd makkelijk. Zo. Opvouwen. Ik ga de oor over. Zo. Ik zal pakken wat ik nodig heb. En mes. Hup. Daar ligt mijn schoteltje. Zo staat mijn schoteltje. Nou, even fietsen stelen. Met gouden handvaten. En dan ga ik die gouden handvaten mij geven. Klein, hè? Vroeger, als ik thuis woonde, mocht me 3 plakjes spaanworst op mijn boterham. Nou, doe er al meer op, hoor. Ah! Kom, ik mag al even wat op mijn brood hebben. Wat ze wat brood zien en niet dat ik het zo wat weg kan waaien. Maar ja, vroeger was het leven ook heel anders, hè. En dan was het een kwestie van armoed troef. Dan ga ik het nou wel even wat beter. Zo, mijn broodje is klaar, mijn water heeft gekookt. Hoppla.
Nou, neem een hapje brood en dan zal ik mijn oorbellen veranderen. Ja, doe ik mijn kerstballen weer in mijn kerstboom. Altijd leuk. Zo. Ik ben nog zo kippig ook. Waarom wil het nou niet ook zo? Dom, hè? Krijg je het even niet voor elkaar. Die moet in de bovenste. Je hebt drie gaatjes. Zo, dat was het eerste gaatje, maar dan moet hij even draaien, want ik heb nog meer. Mijn tweede gaatje, de middelste. Dat is een groene kerstbal. Ik kan hem wel vinden. Ja. Het slootje. Kunnen jullie het zien? Boompje hangt nou opzij. De groene. En dan krijgen we de rode. En die gaat in het onderste. Die is ook groter. Die hak verkeerd vast. Zo, die is er ook door. Nou. Voilà, gaat de boom weer goed met de steel naar beneden. Zo. Ho. Daar valt het slootje vanaf, dat is niet zo best. Ik ben blij dat ik nog thuis ben. Ja, 8-7. Zal ik jullie eens wat vertellen? Dat het eigenlijk veel te wijd is. Dat vind ik een beetje eng. Hoe is het met jou dan? Nou, ook zo wijd. Daar gaan we zo meteen even wat aan doen. Dan ga ik eerst die eruit halen. En die eruit. Dan pak ik de groene. Moet ik de middelste zien te vinden. Die zit ook in. Dan de rode. Oeh. Ik hoor wat vallen, maar... Ja, ik heb wat. Oh. Ja. Het kraaltje. Hup, naar beneden. Het kraaltje zit er alweer op. Ja. Onderste gaatje. Hoppla. Zit er ook door. Nou, dan is het denk ik als we die kerstbomen even andere slootjes zometeen pakken. Maar dat doe ik zometeen. Die twee zitten erin. En dan is de kerstboompjes nog. Nou ja, kerstboompjes weet ik van waar het blijkt. Misschien dat jullie dat kunnen zien, hè? Ja, ik vind ze wel leuk. Ja, en ik ben weer thuis. Vanuit de kerk. Ja, ik ben al een tijdje even thuis hoor. Ja, maar eerst even andere dingetjes gedaan. En ik heb nog even geshopt. Ja, gewoon eventjes uit de gezelligheid.
moest nog een paar kleine dingetjes hebben. Zoals de doekjes om je make-up eraf te halen. En ik zag nog iets leuks voor de kerst. En dat heb ik gelijk al in gebruik. En je ziet er nou niks van. Pas in de avonduren. En die meneer komt er niet meer uit. Die mevrouw komt er ook niet meer uit. En die andere, nou ja, die komt er sowieso er nooit uit. En die meneer die daar op de bank ergens geloof ik legt. Nee, waar is die gek? Ik zie hem niet. Oh, daar, kijk. Hij is bang. Ja, meneer die is bang. Van het vuurwerk. Ik heb hem al twee keer buiten gelaten. Ik was bij hem. Maar wat denk je? Nu nee, hoor. Hij wil niet. Nee. Malootje. Hé, ja nou. Ja, hij is lief, hè. Ja. Hij is lief. Hé, hij is zo lief. Ja, en die is ook lief. Ze zijn allemaal lief. Ja. Maar in ieder geval, ik heb een bakje koffie en ik heb een plakje cake. En ik ga eventjes bijkomen. Eventjes genieten. En kijken wat zometeen op die televisie komt. Televisie hangen. Ik ga voor de pc hangen. Straks lekker hapjes voor mezelf klaarmaken. Ja, ik krijg toch niemand, maar ik verdien het wel. Simpel. Ja, en ja, er kunnen ook mensen komen natuurlijk gewoon onverwachts. Hè? Dat weet je me nooit. Ik bedoel, dat heeft iedereen wel, dat er mensen op visite komen, geheel onverwacht. En dat is alleen maar leuk. Ja hoor. En iedereen is welkom. Ook dat nog. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, een hele fijne, gezellige, liefdevolle oudjaarsmiddag. En ik spreek jullie vanavond weer. Toedeledokie. Ja, lieve vrienden, het is oudjaarsavond. Mijn hondje komt er al even bij, ja. Hé, ja, man, hij is zo bang. Ach, gosje, ja. Wel zielig, hoor. Ja, dat... Maar maakt niet uit, hoor. We komen er wel doorheen. En, ja, hij loopt me overal achteraan waar ik met mijn stoel heen rijd. Ga ik naar de keuken, gaat hij met me mee. Kom ik hier weer terug, komt hij weer ook terug. Ga ik naar de salontafel waar de spullen op staan. In mijn eentje, ha? Ja, ik had het met mijn man ook altijd. En nu gewoon in mijn eentje. Ja, ik had koffie en ik had een wijntje. Dat stukje kaas is voor een poezebeestje die boven schijnt te zijn. Ja, ze krijgen gewoon wat lekkers mee. Dat ik zo zometeen nog even een bakje koffie maken. En ja, ik moet zien dat ik een fles namaak champagne even open zie te krijgen voor 12 uur. En of het me lukt, dat is vraag 2. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, dat deed mijn mannetje altijd, hè. Ja, daar heen een man voor, die doet dat altijd. Maar ja, die is er helaas niet. En wat zit ik te kijken? RTL 8. En wat is er op RTL 8? Jenny! Ja, heel leuk. Vind ik schitterend. De musical Annie. Maar oké, lieve mensen, lieve vrienden, familie, kennissen, weet ik veel wie allemaal naar mijn vlogs kijken. Een hele goede jaarwisseling. Ja. En helaas, deze vlog die komt van de week pas online. Ja, want ik ga echt niet naar het werk. En ik heb een mini-vlogje neergezet om jullie een goed jaarwisseling te wensen. Dus moet goed komen. Het enige wat ik vannacht nog probeer, dat is even live. Maar dat zien we dan wel weer. Of dat lukken gaat. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En toen was mijn huisje, er zaten sterretjes op. Zelfs op de schoorsteen. Ja, is leuk, hè? Tot daar aan toe. Dus zelfs bij de buurman heeft het nog zelfs een stukje. Ja, leuk, hè? Is toch leuk? Toen is die uit, geloof ik, rood.
Ik weet niet waar die allemaal naartoe schijnt. Ja, ik vind het leuk. Zelfs op mijn hand komt het. Ik weet niet. Maar het is leuk. Dan zeg ik het zelf. Ik vind het leuk. Ja, toch? Ja, dus. Ja, lieve mensen. Nog een paar seconden te gaan. En dan hebben we weer een nieuw jaar. 2018. Ja, mijn geliefde man die is bijna nou weer alweer een jaar weg. Maar ik zeg proost op ieder zijn gezondheid. Ik wens iedereen al het geluk van de wereld. En op jullie gezondheid. Dat, ja. Gezondheid. Ja, en ik zeg allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Kruidje komt zo weer. Zo dan. Hey, that's for mine.
Jij ook gelukkig nieuwjaar heen gehad. Kom je ook op de vlog? Hi. Vrouwtje is weer op schaat. Kom maar even binnen, anders gaat de deur. Gandalfie, ook een goede middag. Ja, lieve mensen, we zijn weer. Het is weer nieuwjaarsdag, het is middag. Daar is mijn andere poesje Beesie. Ja. Ze zijn binnen, ze zijn al wel buiten geweest, ja. En nou niet bang, nee, want er is geen vuurwerk meer. Het is rustig, heerlijk. Ja, ook hondje woef woef waf is buiten geweest, in zijn eentje. En met mijn vriendin, want die zit hier ook, ja. Stem hebben jullie al, voeten hebben jullie al. Dus ja.
Maar in ieder geval, wie weet, komt het terzijde tijd het allemaal weer eens een keertje op. Al is het een ongelukje, ja. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Maar in ieder geval, lieve mensen, ik ga eventjes door. Ik ga koffie maken voor mijn vriendin en ik. Nee, niet doen. Ga daar maar naartoe, dat schoon water. We hebben net al een keer gebakje gehad. Appelkruimel, fly. Dat is lekker. En dan gaan we weer genieten van een bakje koffie. En dan gaan we het gezellig maken. Ze zeggen toedeledokies, geniet van jullie middag. Dat is dit. Nou, dat kun je nagaan.
Een stok die niet van ons is. Maar ja. Zo dan. Nou, dan gooien we dat ook gelijk weg. Dat is ook op. Hopla. Zo. Nou, ik ga weer naar binnen. Allemaal een gezegend nieuwjaar.